Ik ben Merhane Brhane. Ik kom uit Eritrea. Zij komt naar Nederland. Eerst kom naar Sudan. Daarna naar Libië. Dan naar Italië. Dan Nederland. Soms met de auto, soms lopen. Soms met boot van Libië tot Italië. Is met een klein boot. Omdat mijn eigen land is niet goed situatie. Yeah. Met hij hier op stage gekomen in eerste instantie, enkele dagen in de week, waarbij hij naast het meehelpen hier in het magazijn zijn inburgeringscursus heeft gevolgd. En vervolgens is hij hier komen werken, is hij gedetacheerd vanuit de WSD en inmiddels is Meta al een volwaardige medewerker binnen het magazijn bij ons. Dit doet Meta graag. Vindt hij wel leuk, maar zijn droombaan zit er meer in. Zijn achtergrond is vooral lassen. Mijn beroepswerk is lassen. Ik heb veel ervaring met lassen, meer dan 15 jaar. Maar ik heb niet diploma of certificatie. Dat mijn eigen land is altijd leren bij ervaring, niet op school of op stage. Als je merkt dat er meer in zit en dat ze meer willen doen of kunnen doen, dan vinden we dat wel heel fijn om ze daarin te begeleiden. En die kant gaat hij er uiteindelijk wel naartoe. En we kunnen hem nu vooral begeleiden in een stukje werkervaring, certificaten behalen op het gebied van heftruck, veilig werken, hoe gaat het in het magazijn eraan toe. En uiteindelijk zal hij door middel van certificaten op het gebied van lassen, zal hij uiteindelijk zijn baan vinden, denk ik, in de wereld van de metaalbewerking. En dat vind ik naast fantastisch voor hem. Een beetje jammer voor ons, maar ik denk dat dat niks mooiers is dan dat je mensen op die manier kunt laten doorstromen en iets kunt laten doen wat ze echt leuk vinden.